Ik vind dat je als mensen anders met de wereld om moet gaan, omdat we dat nu niet goed doen. Ik ben niet zo'n ecologische hippie, vind ik zelf. Ik ben Rut van Werven, ik ben 21 jaar en ik kom uit Utrecht en ik ga naar Zuid-Afrika. Ik ben Ivo Brouwer, 18 jaar, ik kom uit Huissen en ik ga naar Zuid-Afrika. We gaan op reis met 7 mensen uit Nederland. Samen met 3 begeleiders die van de Touquet daar zijn. En ook van Kerk in Actie. En daar komen nog bij 4 Zuid-Afrikaanse medemensen. We gaan veel projecten bezoeken die met duurzaamheid bezig zijn. Dus mensen bewust maken van het feit dat we zuinig moeten zijn op deze aarde. Eigenlijk is dat bij mijn vader en moeder begonnen. Die vinden dat belangrijk. Dus ik ben er eigenlijk een beetje in meegesleurd. Maar wat ik zelf een hekel aan heb, is afval zelf in de natuur gooien. Ja, dat vind ik gewoon zonde. Onze samenleving is zo gebaseerd op dat je een auto hebt, dat alles in plastic verpakt zit. Dat omvormen heel moeilijk is. En als je dat daar anders kan beginnen, door al te zorgen dat je daar niet afhankelijk van wordt, dan kun je die hele maatschappij anders vormgeven. Ja, dan kan het heel veel duurzamer. Het is een land wat minder welvarend is als Nederland. Dus de duurzaamheid, bijvoorbeeld alleen al het afval scheiden of zo, zal waarschijnlijk, wat ik verwacht, niet zo hoog zijn als in Nederland. Er wordt altijd gesproken hier dat het vooral gaat over eerste levensbehoeften daar. En ik wil graag kijken of dat dan echt zo is of niet. Ik verwacht geen normaal toilet en sowieso geen douche. Het echte Zuid-Afrika ziet. En niet alles mooier gemaakt dan het is. Dus ja, we staan er eigenlijk wel redelijk verschillend in. We hebben wel raakvlakken. Ja. En ik denk dat dat ook juist ook gunstig is. Ja, omdat je allemaal net weer iets andere kijk hebt. En de ene is wat veel gedetailleerder op een bepaald onderwerp. En de andere is nog veel breder. En ja. Dat je daarin elkaar ook weer kunt aanvullen. Ja, ik ben absoluut heel benieuwd. Ik heb ook heel veel zin om te gaan. Ja, ik heb echt... Ja, ik ben echt wel heel benieuwd. Vliegen, het reizen, gewoon alles eigenlijk. Ja, de hele ervaring en dat daar zijn. En ja, ik ben absoluut heel benieuwd. Ik hoop de mensen die we gaan zien ook.